De titel van mijn column is Fratsen. Het laatste nog te ontwikkelen deel van het bouwplan Tuin van Woesik in Wijchen mag niet te stads eruit gaan zien. Daarom mogen er alleen woningen komen in twee bouwlagen met een plat dak. Al dus het besluit van de gemeente Wiegen op basis van de inspraakreactie van een buurtbewoner. Twee lagen met een kap zijn volgens die buurtbewoner Stadse Fratsen. En dat doen ze maar mooi in Nijmegen, maar niet in wiegen. Ik heb helaas nergens kunnen lezen of die buurtbewoner zelf wel een zolder heeft of niet. Of dat hij uit principieel nostalgische overwegingen niet op het riool is aangesloten, maar nog ouderwets een beerput in zijn achtertuin heeft. Ik kan heel slecht tegen dit soort inspraakreacties. En dat de politiek met droge ogen zo'n inspraakreactie honoreert, vind ik nog veel gekker. Alsof Wiege nog steeds het dorp is waar de jaarlijkse paardenmarkt floreert. Dacht het van niet. De gemeente moet dit jaar met 5000 euro subsidie over de brug komen. Anders was er nog geen oude tractor te zien, ook al had je het graag. Het tuinpad van mijn vader, waarover Wim Zonneveld zong, bestaat ook in Wiege niet meer. Daar kun je nostalgisch naar terug verlangen, maar dat is niet reëel. Mensen in Wiegen via het bestemmingsplan verbieden een zolder te hebben omdat dit de stads is, is compleet krankjoren. Ook in Nijmegen zijn er nog steeds bewoners die ervan overtuigd zijn dat ze in een dorp wonen en niet in de stad. Ik heb het over de wijk Hees. Ooit een dorp buiten de stad, nu een stadswijk op nog geen 10 minuten fietsen van de binnenstad. Desondanks is er in Hees geen wijkraad, zoals in veel Nijmeegse wijken. Hees was een dorp en wil dat graag blijven. Daarom is de vereniging Dorpsbelangwees, met volgens de statuten als hoofddoel het gezellige, dorpse karakter van Hees te behouden en waar mogelijk terug te brengen. Een soort Back to the Future, maar dan net iets anders. Het Nijmeegs Amusementsorkest is momenteel een swingende big band. In 1897 in Hees gestart als dorpsfanfare Ons Genoegen. Die swingende muzikanten kijken wel mooi uit om terug te willen naar de tijd van Ons Genoegen. De vereniging Dorps Blank Hees kreeg het echter nog niet zo lang geleden voor elkaar om de bouw van zorgappartementen in vier lagen te voorkomen, waar senioren uit Hees graag wilden wonen. Vier lagen was te hoog voor het zo gezellige dorpse karakter. Dus op de barricade tegen het grote onrecht dat de gemeente Nijmegen hen dreigde aan te gaan doen. En zo werden senioren uit Hees gedwongen te verhuizen naar een seniorenappartement buiten de buurt waar ze altijd gewoond hadden, omdat hun voormalige buurtbewoners zoiets niet naast hun deur wilden. Laat ik nou altijd gedacht hebben dat noberschap iets is voor een dorp. Nee dus. In Wiegen wordt de buurman geen zolder gegund en in het altijd zo gezellige hees geen zorgappartement omdat dit de stads is ik noem het dorpse fratsen <tied>